Hallo allemaal, allereerst heel lief dat jullie weer kijken. Wij waren terug in Nikeri. Hier zijn we bij Zeedijk, waar je onder andere een tempel kunt vinden. In deze tempel worden vaak ceremonies gehouden tijdens Hindoestaanse feestdagen. Bijvoorbeeld tijdens Diwali, Ganga Nahan. Maar je kunt er ook gewoon binnenlopen om te bidden. Mensen komen eerder naar Zeedijk om te ontspannen. Als klein meisje kwam ik vaak met mijn ouders en mijn nani, mijn oma, om naar de zonsondergang te kijken. Toen vond ik het heel bijzonder dat als je naar de overkant keek, je in de avond alle lichten van ons buurland Guyana kon zien. In een van mijn allereerste filmpjes over Suriname zie je dat wij langs Sita Supermarkt hebben gereden. Toen hadden wij weinig tijd om naar binnen te gaan, maar nu dus wel. Wat is vernieuwd? Het ziet er veel iets uit. Netter. Zo leuk. 100% Surinaams. Hey man, ziet er wel echt netjes uit hier, man. Oh, ze kunnen wel spiegelen. Allemaal thee. Zo. En we zijn nu in Hongkong, tenminste Rabia en ik. En Hongkong is leeg. We hebben hele Hongkong voor onszelf. We zitten aan deze grote ronde tafel. Wacht op ons eten. Tot zo. Hey, Robbie. Hoi. Dus we hadden allebei besteld. En eerst wilde ik... Ik zat lang te twijfelen. Dus ik dacht, we gaan gewoon Hong Kong special doen. En we gaan gewoon special met kanade. Dan maar dit dag. Dus je niet dat ook zo van. Ze gaat een pak soi halen. Of chop soi. Ik heb waarschijnlijk kort soi in de chop. Ja. En dat we besteld. Ik kwam zo opeens met dit. En even kijken. Dus chop soy, dogs, chow mein, rijst, zuur en peper. Is veel eten, man. Is freaking veel eten. We gaan zo een deel meenemen. Maar het ding is, we hebben nog maar half uur om te eten. Dus we gaan eten, oké. Okay. Wat is dit dan?
huisjes en tentjes die je nu ziet worden opgezet voor Parbo Night. Deze wordt jaarlijks in Nkeri gehouden en het wordt georganiseerd door Parbo Beer. Die ken je vast wel. Ik denk dat deze ook meteen de laatste was, want hierna kwam corona. Ik laat in een ander filmpje zien hoe Parbo Night is gegaan. Dus, Rabbi heeft de Fernandes bakkerij leeggekocht. Oh, bedoel je in de loop der tijd? Ja. Iedere keer één voor één. Maar ik heb geen tijd gehad om te eten. Deze heb ik wel zin in. Oeh. Yeah. Soesje. Dan kan je geen soesje meer noemen, maar het is een soes. Roomsoes. En vanille, vanille cappuccino. We zijn al in Royal bezig in een keer. Het ruikt lekker hoor. Nou, eet smakelijk. En zoals gewoonlijk ging het normale leven weer door met Mamu. Namelijk eat, drink en sing. Don't forget to repeat natuurlijk. We hebben veel rondgereden in verschillende polders en af en toe zijn we gestopt voor wat lekkers. Dit is mijn neef Vijay en mijn nichtje Tamanna. Die bleven ook logeren, wat heel leuk was. We hebben samen veel gedaan. And only you. You are ga dan! 3, 2, 1, go! Wat? Hetzelfde gaat bij mij gebeuren. Gaat niet lukken. Doe! Hoezo gaat het niet? Het is stroef. Ja, het gaat stroef. Ga dan, laat los! Het gaat niet, ik zit vast. Hè? Oké, dat is wel een hele leuke glijbaan, man. Dus misschien moet je een beetje safe zetten of zo op dat ding. Ik denk het ook. Oké. Okay. Ik dacht je zou een beetje meezingen. Uitgaan in Nkeri was echt een ervaring op zich, maar ik ben blij dat ik het wel heb gedaan, want het was echt heel gezellig. Dit is Rabbi in Nkeri bij de paddy. Sitas. Is het erg dat ik film? Ze hebben hier camera's. Oh, sherm, sherm. Rabbi.
We zijn nu in Hongkong en Rabbi gaat naar het toilet. En Rabbi gaat naar het toilet in Hongkong. Is geen toddo, is één Mikchi. Waar is het gegaan? Is weg. Rabbi, schaam je dood. Weet je wat een toddo is? Ik weet het niet. Rabbi, weet je wat een toddo is? Toddo is boom. Ja, en dat is een Mikchi. Maar voor mij is het een toddo. Je bent echt een baby, ja. Hey, aanrijding. Waar is aanrijding? Kom kijken, kom kijken. Er is happening in de kerry, gewoon. We hebben gewoon action. Ja, fitty. Ja, Robbie fitty. Ja, man. Dan gaan we nu entertainment checken. Ja. We hoeven geen televisie hier in de kerry. We hebben